Goedemorgen. Nou, ik ben weer aan het lopen. Het laatste beetje winter wat je nog kan zien. Zie? Het allerlaatste beetje. De weg is al schoon. Oei. En ik ben mooi vroeg vertrokken, 7 uur vanmorgen. Oh, gaat eigenlijk wel goed. Ik voel me wel fit. Het is ook koud. Ik heb toch denk ik wel genoeg kleren aan. Maar ja, het regent een beetje. Dus ijzig koud. Maar verder loop ik alweer door. Er is nog steeds niks waarvoor we trainen. Het is een van de weinige dagen dat ik bij daglicht loop. Dus ik denk dat moet de camera maar even mee. Dat, vandaag misschien vanmiddag werken, maar nu nog niet. Dus ja, dan moet je van de tijd gebruik maken. Kijk, even een rondje van de zaak natuurlijk. Nou, en ik ga nog een stukje. Ik hoopte eigenlijk dat ik een hele mooie zonsopgang zag over het water. En weet ik niet, toen ik vanmorgen wakker was, had ik nog dat idee. Maar toen ik net onderweg was, dacht ik van nou, het is wel een beetje te mistig daarvoor. Dus ergens daar is zonnetje. Ergens, daar komt hij ergens op. Maar jullie zien hem net zo goed als mij. Nou, ik ben bijna bij het water, bijna bij de linden. Ik loop nu de Merrimade. Voor de mensen die een beetje bekend zijn in Wolfgaan omstreken. Dat, en ik ga straks heerlijk langs het water lopen. Naar Wolfgaan toe. Dan heb ik weer een rondje van 20 kilometer gedaan. Nou, vind ik wel genoeg voor de ochtendtraining. Maar mocht ik dan vanmiddag nog vrij zijn, dan doe ik vanmiddag nog een rondje. Nou mensen, geniet van de dag. Fijne dag allemaal. En tot de volgende ronde. Nog steeds onderweg. Ja, dat is ook Wolfga. Gaswinning. Mooi langs de linden. Een paar miljoen uitgeven om de linden weer te laten meanderen. En weet ik veel wat voor teringzooi allemaal. Bootjes mogen er niet meer door. Want dat verstoort de natuur. En tot slot. Wel een mooie gaswinlocatie erbij. Ja jongens, je kunt wel zien wie hier de regels maken. Maar gelukkig, ik kan lekker lopen. En ik heb er geen last van. Het is heerlijk rustig onderweg. Geen mensen op het fietspad. Maar ja, wat wil je ook op dinsdag? De meesten moeten werken. Tenminste, ik vraag het me wel eens af. Maar loopt nog steeds goed. Ik zit nu op 11 kilometer. Nog een kilometertje 5 naar huis toe. En dan hebben we het rondje weer gehad. Geniet nog even van een mooi uitzicht. En dan ga ik weer verder. Ja, dit is ook een rondje hardlopen. Ik heb goed 18 kilometer gedaan. Ik dacht redelijk rustig aan. Volgens mij heb ik ook rustig aan gelopen. Maar dit rondje was wel even genoeg. Hele zware benen. Ik weet niet of dat door een stukje sneeuw komt of doordat ik de trailschoenen aan heb. Maar het is pittig zat. Dus, nu ontbijten, had ik ook nog niet gedaan. Misschien scheelt dat ook. En dan nog maar weer even klussen.
Mooi, fijne dag.